Dan was er nog iemand, daar wil ik ook wel iets over zeggen, toch? Waarvan ik inleidend moet zeggen dat het weer een typisch een voorbeeld is van iemand die bar slecht luistert. En dat was een meneer die had zich zo ontzettend geërgerd aan het feit dat ik steeds kritiek op Rutte had. Dat vond hij echt helemaal niks. Hij eindigde ook zijn brief met, ik ga lekker VVD stemmen, net goed. Dat is een beetje ook die reactie van die mensen die dan zeggen. Ja, de slimste mensen hadden een leuk programma hoor, maar met die verrossel kijk ik er niet meer naar. En dan denk ik altijd zo, dat is niet zo best, 3 miljoen kijkers, min één, min één boze kijker uit Brabant of weet ik waar ze vandaan nou, komen. Dat zijn er komen. geen 3 miljoen hè? Nee, dat is de top. Jawel, je, hebt, je hebt twee metingen zoals je weet, je hebt de top en, en de, de, het gemiddelde. De top is het de meeste, de meeste tegelijkertijd die kijken. Ja, dat is de top, want je weet, dat, ja, je weet zelf hoe mensen tv kijken. Ik geef altijd het voorbeeld van mijn zoon, die ging gewoon alle zenders ja, ja. door en beweerde dat hij alle zenders tegelijkertijd heel goed kon volgen. Wat te denken geeft over de moeilijkheidsgraad van tv-uitzendingen natuurlijk, maar ik denk dat daar wel wat in zit. Dus ja, heel veel mensen blijken te kijken, eerst even wat te, hoe, hoe zit het, of, en dan misschien toch te denken van nou dan gaan we iets anders doen of zo. Maar bijvoorbeeld bij de slimste mensen. ben je toch al heel gauw 600.000 kijkers kwijt van de top naar het gemiddelde. Maar ja, daar zijn talkshows, joh, die starten op anderhalf miljoen. en dan houden de 500.000 over. Ja, die Jinek noemde jij, hè? Die, ja, dat is ongelooflijk werkelijk. Dus daar kijken ze dan één of twee minuten naar. En dan is het weer. Maar dat geldt voor bijna al die talkshows. Dat ja, ze is... kijken naar de gasten en dan denken ze. Ja, dat vind ja, je niet interessant maar ben weg. Het is niet alleen Jinek, want kijk naar die andere talkshows, het hetzelfde patroon toch? Maar er zijn dus allerlei programma's waar mensen even aan tippen. Het geldt zelfs voor het journaal. En dat raakt dat minder, daar is de afval minder, maar ook daar. Dus kennelijk is toch het, 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 het hoe heet het ook alweer? Wij kunnen het bij de podcast ook zien hè. We beginnen uiteraard op 100%. En dan zakt hij naar, ik denk een minuut, zakt hij naar, nou, ik denk zo'n uh, 95-90%. Nou, ja, dat is nog heel goed natuurlijk. En een half uurtje wordt afgeluisterd door, zeg, gemiddeld 80%. Procent. Dus snap je over een half uur 20% procent afhaak. Ja, dat is relatief minder dan wat je ziet bij televisieprogramma's. Nou ja, kennelijk vinden mensen dat, dat zappen, dat is kennelijk een soort ingeboren. Hè? Dus kan Het niet. Het is toch een beetje het idee, het is best leuk, waarschijnlijk is het leuker op de andere zender. Valt altijd tegen, maar. En dan... Nee, nee, ook wel niet. Nou ja, zo, zo zappen ze maar een beetje rond. Maar deze meneer had kritiek dus op jouw uitlating over. Ja, Rutte. sorry, ik dwaal af. Uh, ja, want dus als ik het. Zodra ik het over Rutte had, ging hij het uitzetten. Die <laughs> dat? Ja, dat <laughs> ja. Zijn. Dus uh, ik weet niet of hij nu hem al uit heeft gezet. omdat ik iets over Rutte ga zeggen. Maar hij zei ja. Allemaal kritiek op Rutte en dat is allemaal volkomen onterecht. En, en voor straf gaat hij dus nu VVD stemmen. En, en hij, ik zou de indruk wekken dat het allemaal de schuld van Rutte persoonlijk was. Maar dat heb, die indruk heb ik helemaal niet gewekt. Ik heb denk ik altijd vrij helder uitgelegd dat het iets te maken had met een ideologische ontwikkeling. Die al in de jaren, nou ja, ja later jaren 80, jaren 90 is begonnen. Namelijk en door me van het Nederlandse bestuursapparaat met neoliberale denkbeelden. Heb je die brief van Lubbers gezien die meegestuurd werd? Ja. Dat hij het eerste dat noemde, die kleinere, efficiëntere ja, overheid. Ja, precies. Dus daar zie je aan dat dat een grotere beweging is, waarvan Rutte niet de uitvinder is, of, of degene die er de belangrijkste bijdrage aan heeft geleverd, hoewel ik daar zo op terug zal komen, maar dat die onderdeel is van een veel bredere ontwikkeling. Volgens mij heb ik dat met enige regelmaat heb ik dat duidelijk uitgelegd. Nu mijn bezwaren tegen de opmerking van deze meneer. Allereerst natuurlijk, sorry dat ik het zeggen moet en ik begrijp dat ik dat veel minder moet gebruiken, deze term, maar ik vind het nogal stomzinnig. Want als u werkelijk over politiek wil nadenken, dan moet u niet alles uitzetten waar u het niet mee eens bent. Dat is wel een erg gemakzuchtige oplossing. U steekt juist enorm veel op door te luisteren naar die dingen waar u het niet mee eens bent. Want dan bent u gedwongen om argumenten te verzinnen waarom u dan nu weer toch op Rutte gaat stemmen. Nou, u, u deed de ideale regeringsleider die wij in Nederland hebben. Maar ik heb ook al eens het voorbeeld gegeven van het Britse blad Economist. Een van de meest informatieve weekbladen van deze planeet, kan ik verzekeren. Eh, niet goedkoop, geloof ik, maar als je het digitale abonnement is goed te doen. Eh, daar ben ik al op geabonneerd sinds de late jaren 60. Een blad wat totaal veranderd is van uiterlijk. En daar ben ik het gedurende lange periodes van het bestaan van het blad volstrekt niet eens geweest met de redactionele opvattingen. Heb ik het toen uh, opgezegd? Dat zou deze meneer zo zeggen? Dat zeg ik op. Oh, een klote blad zeg. Goh, die schrijven elke week dingen... waar ik het totaal niet mee eens ben. Dat gaan we niet doen. Nee, als ik nou <laughs> ergens iets van opgestoken heb... is het nou juist van de economist. Want je moet steeds denken van... ja, dat zeggen ze nou wel, maar... Hè, dan moet je proberen een eigen standpunt Een weerlegging. Een weerlegging, waardoor je... Beter geschoold was. Dan is de reden waarom ik het Oude en Nieuwe Testament heb gelezen, zodat je met, met die christenen die met je in discussie gaan, dat je daar ook, dat je ook weet waar ze het over hebben. Vaak blijkt dat ze zelf geen flauw idee hebben waar ze het eigenlijk over hebben. He? <laughs> als, je, als je door het, het hele de, de Oude Testament hebt gelezen, als je dan niet bevangen wordt door geloofstwijfel, dan weet ik het ook niet, maar goed. Dus ja, dat, ik zou in dit verband zeggen, u, kunt het niet, u moet het niet uitzetten. U moet juist extra goed luisteren. Is Rutte geheel en al persoonlijk door zijn satanische karakter verantwoordelijk... voor alle ellende die we hier zoveel besproken hebben? Nee, natuurlijk. Ik heb ook meerdere malen gezegd. Het zijn coalitieregeringen. Het is op zichzelf een wonder dat ze zich allemaal hebben laten inpakken... met deze standpunten die ik niet verstandig vind. Maar nogmaals, ik heb, vind, ik, lijkt mij Rutte... Inderdaad, een satanische verhuur, nietwaar? Een lid van die reptiele bende van, van Thierry Baudet. Nee, het lijkt me een allerraardigste man, maar gevangen in een bepaald ideologisch kader. Eh? Sowieso moet u, moet, u, moet u de politiek niet zien als een, een toneel van vijandschappen en strijd en polarisatie, nee. Ben ik nu enorm getroffen dat u op de VVD gaat stemmen? Dat ik denk, oh wat vreselijk. Eén van onze luisteraars heeft, gaat op de VVD stemmen. Nee, u heeft, het recht, u heeft het volste recht om een totaal verkeerde stem uit te brengen. Daar zit ik helemaal niet mee. Nee. Hoogstens zou ik denken, nou, misschien is het wel een hele verstandige man. Misschien zijn er toch redenen om. Hè? Misschien is de VVD minder betrokken bij. En dan wil ik het tenslotte afsluiten met feit, ja, u heeft uh, uh, wel gelijk dat ik vaak, ik heb het vaak over Rutte, maar als minister-president. Niet de persoon Rutte, niet de sympathieke fietsen Rutte, niet de sympathieke saapraaier Rutte, nee, de minister-president. En ik wil u op attenderen dat hij nu al twaalf jaar ruim minister-president is. En dat betekent toch een vrij verstrekkende verantwoordelijkheid voor die dingen. In de afgelopen twaalf jaar die de Nederlandse overheid beter niet had kunnen doen. U kunt ook daar zeggen: heeft hij dat persoonlijk georganiseerd? Niet waar? In zijn pieren eentje, in het torentje, alle lichten uit. met een ganzenveer op het perkament. Nee, natuurlijk, dat is het allemaal niet zo. Desondanks, zo zit de politiek in elkaar, is hij wel de eerst verantwoordelijk maar goed, uh, u heeft ondertussen natuurlijk al lang en breed het geluid uitgezet misschien heeft u alweer geprobeerd om hem weer aan te zetten dat ik op een ander thema ik heb het nog steeds over Rutte u moet Paf, hij zet het weer uit <laughs> ja net als die mensen die de slimste mens Die was daar ook zo'n man van ja kijk alleen slimste mens, leuk programma maar als Vros hem praat zet ik hem altijd weer uit het <laughs> is toch het is vanuit een verbijsterende kleine kleingeestigheid. die je toch niet voor mogelijk houdt eigenlijk. Maar die meneer schreef ook een beetje van. je slaat af en toe een beetje door over Rutte. Dat las ik ook een beetje in die brief. Ja, maar dat moet ik, dan wil ik daar wel graag argumenten voor horen. Want dat is een van de meest opmerkelijke dingen. van de moderne meningsvorming. Dat vooral de argumenten meestal ontbreken. He, daar zit een hoop emotie in. Ja. Maar een beetje argumentatie, nee, daar horen we weinig over. Mm. Ik heb trouwens een uitgebreid stuk over Rutte geschreven. in het tijdschrift Maarten. Dat kunt u ook raadplegen eventueel. En dan zie ik graag u in triplo getypte antwoorden tegemoet. Waarbij punt voor punt ontzenuwt, dat wel. We moet er wel iets aan doen. U moet wel gewerkt worden. Politiek is niet alleen emotie, politiek is ook nadenken en kennis. Mensen vinden het wel lastig nu om te bepalen op wie ga ik nou stemmen. Hè? Ja, dat kan ik me voorstellen, want dan heb je hebt ook nog die waterschapsverkiezingen erbij. Ik heb dus al uitgelegd dat ik, zeker gezien de, de, de beloftes van de twee linkse partijtjes om samen te werken, wel bereid ben om bij deze gelegenheid eh, op de samenwerkende linkse partijen te stemmen. Eh, je bent ook lijstduwer daar, hè? Ja, maar of dat, dat zegt in mijn geval niets over wat ik, eh, de landelijke stem die ik eh, over voor deze drie jaar ga uitbrengen. Zo. Maar mensen vinden dat wel een beetje verwarrend dat je dus wel lijstduwer bent, maar bijvoorbeeld op D66 stemt. Nou ja, lijstduwen, ik ben, dit, dit gaat, dat is een groot verschil tussen provinciale statenverkiezingen en ik ben overigens alleen lijstduwen bij de waterschapsverkiezingen. Voor de? Voor de samenwerkende linkse, linkse okay. groepering. Voor de, in dit geval heeft de Partij van de Arbeid mij aangezocht. En aangezien ik vind dat het waterbeheer een zaak van immense importantie is, wat denk ik in de komende decennia steeds belangrijker en belangrijker zal worden... Op een punt waar zeer radicale beslissingen zullen moeten worden genomen. We hebben het al over gehad toen wij hier binnenkwamen. De Batevier op die houtvlotte, toen was het één groot moeras. We hebben onze uiterste best gedaan om het moeras op te ruimen, droog te pompen enzovoort. En eigenlijk hebben we gefaald. We weten nu dat we gefaald hebben. En natuurlijk ook de van de zeespiegel, de afvoer van de rivieren, stellen het allemaal bij elkaar op. We zullen ermee eindigen dat het gewoon weer een moeras wordt. Hoe precies, onder welke condities, dat is niet duidelijk. Maar eh, we zullen waarschijnlijk het geld en de technologie hebben om een soort oplossing te verzinnen. Ja, zit je daar niet mee, ben je gewoon tegen het moeras, eh, dan kun je altijd verhuizen naar hooggelegen streken. Ik zou zeggen, als u toch aan het verhuizen gaat. u kunt natuurlijk het op het uur massief in een oud kippenhok kopen, dat is mogelijk. Maar ik zou meteen doorverhuizen naar nou ja, huis in Duitsland, dat je zeker weet dat je 120 meter hoog zit of zo. Ja. Maar hey, hoe verklaar dit... je dan dat je lijstduwer bent bij die linkse samenwerking en bijvoorbeeld straks op D66 stemt of op Volt? Nou ja, dat is toch een. Waarom zou je niet bij, van gelegenheid tot gelegenheid je stem kunnen wisselen? Het gaat ook om de, de, de strategische stem natuurlijk. Wij zitten met een conservatief kabinet waar één progressieve partij in zit. Dus ik vind wel dat die steun verdient. En eh, ja, sowieso, ik vind nog steeds dat links, die hele versnippering, is natuurlijk een idiote vertoning eigenlijk. Hoeveel linkse partijtjes hebben we wel niet? Nou, van, van helemaal van links af van he, de SP, de Partij van Arbeid, gewoon links. De Dierenpartij is gewoon een linkse partijtje, maar dan iets meer over de koeien, zal ik maar zeggen, of de varkens. En in alle opzichten kunnen we Volt ook als een linkse partij. Nou, bij zien. één. Bij één, eventueel ook, maar dat is zo evident in man's dat dat één band, sorry. Uh, dat, dat zie ik niet. Zo, één, twee, drie gebeuren. Maar hier, ik heb ze vijf opgenoemd, SP. Uh, ja, het zijn vijf, vijf ontzettend sympathieke linkse splintertjes. Ga bij elkaar zitten. Hou op met te accentueren dat er kleine verschillen zijn tussen het een en het ander. Want u begrijpt toch ook wel, als u ooit mee wil regeren, dat het om de grote lijnen gaat. En dat niemand geïnteresseerd is in de minimale verschillen tussen de opvattingen van de Dierenpartij en van GroenLinks. Het gaat om het, gaat om het algemene beeld. Ja, als je zo versnipperd bent, overigens is het natuurlijk rechts ook in allerlei opzichten versnipperd geraakt. Ja, daar heb je allemaal geen bal aan. Ja. Met als gevolg dat de partijen die nog de minst versnipperde zijn, dat die natuurlijk de dienst uitmaken. Ze hadden wel de positieve noten pakken he, bij het congres. Ze hadden er zin in, de P Ja, de hoop ja, ja, ik, hoop ook, ik heb alle, alle hoop. Ik hoop ook dat de SP zich bij die zaken aansluit. En nu die, die, ook die dierenpartij, Idemdito. voelt dat, zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Vond je niet een beetje gek dat ze wel uh, met uh, uh, gescheiden congressen begonnen? Aan het begin van de ja, dag? Ja, het leek me nog een, een duur project. Dat je twee van die zalen nodig hebt. Terwijl je dan in de loop van de dag. gingen ze met z'n allen geloof naar één zaal. toe. Ja. Ja, misschien moet dat de transitie ook een beetje uitbeelden. En is er nog wat kneedwerk Kijk, nodig? Als er een poppenkast is met vlaggetjes en zo. En, en van die, van die buttens. Als ik er maar niet aan mee hoef te doen. Toen ik net lid was geworden van de Partij van de Arbeid. Ging ik nog naar de verkiezingstoespraak van Joop de Nijl. In het NV-huis hier. Ik weet niet of ik het wel eens verteld en heb. En moest je zingen? Precies. Ja, ik moest zingen. En als ik nou ergens een hekel aan heb, is als ik moet zingen. Hè? Enige plek waar ik wel bereid was, maar daar zelfstandig stond ook op de achtergrond. Is dat het, wij voerden altijd oud en nieuw bij mijn grootouders. En dan zongen wij tegen de tijd. Speelde mijn opa op de piano. Tegen de tijd dat het van het ene dan naar het andere jaar ging. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Dat is ook een toptekst naar mijn idee. Zoekt u het zelf even op op de Wikipedia. Hè? Dat vond ik nog wel leuk, maar dat is ook echt het enige moment. Koorlid, de corpora altijd aan het zingen, joh. Vreselijk gewoonweg. Overal, ik ik ben gewoon niet, niet erg solidair ingesteld eigenlijk. Daar zong toch niet men een stootjes jou aan zo van opstaan, lummel en zingen? Jazeker, dat <laughs> waren allemaal oudere mannen. <laughs> ja, ik weet niet, jee hey, zak de bak, kun je niet opstaan en, <laughs> en meezingen en zo? Ja, ze zongen de internationale, wat ik belachelijk vond. Ik was lid geworden, naar mijn gevoel, van de moderne sociaal-democratische partij. Ik zag niks in, op, in het opmarcheren in de linkse jassen. In rode ik, jassen. Verbind natuurlijk, hè? geeft een uh, gevoel van we horen allemaal bij elkaar. Zo is het. Ik ben geen verbinder. Dat is het hem. Ik ben geen verbinder. Ja. Dat we zeggen, iedereen mag zich verbinden, ik ben er erg voor, zolang ik er niet mee hoef te doen. En ook het allerergste wat een mens nog kan overkomen. is dat ze ergens de Polonaise beginnen. En, en dat er ook zo'n vage druk ontstaat. dat je dan mee moet gaan lopen. Ik wil helemaal niet meelopen in welke Polonaise dan ook. Je had ook wel een tijd. dat was vooral jaren zestig, de eerste decennium daarna. dat je naar zo'n feestje ging. waar zo'n jongen met een gitaar was. En in no time ging hij dan aan een populair liedje op die gitaar spelen. en dan ging iedereen meezingen. Altijd voor mij het moment om ze snel mogelijk af te taaien. Vreselijk vind ik dat. Dus carnaval is ook niet aan jou besteed, dat komt er Carnaval ja. is niet aan mij besteed, nee. Ik zeg dat wel. Misschien ben ik wel een echte orthodoxe. Vind. Nee, want die orthodoxen zingen natuurlijk steeds in de kerk ook. In de kerk moet ook als men zingen, toch? Ja. Had je ook nog het filmpje gezien wat ze van jou gemaakt hadden? Dat die fake filmpje van Maarten die meedoet aan First Dates? Ik heb het gezien. Ongetwijfeld oh, zal iedereen het weer ontzettend leuk hebben. Wat leuk! Oeh, wat ontzettend leuk! Vond ik het leuk? Nee. Vond ik het stomzinnig? Ja. Moet er een eind worden gemaakt aan dit soort van ongelooflijk kinderachtige flauwekul? Wat mij betreft, ja. Ik kan er niks aan doen, dus dit is ook. Mijn protesten zijn volkomen zitloos. De man die dit maakt, heet Jaap. En die stuurt ook altijd een berichtje: hé, hey, vraag Maarten eens even wat hij ervan vindt. Maarten vond het niet leuk, Jaap. Maar vind je, wil je dan ook dat hij ermee stopt? Ja, ik wil wel dat hij ermee stopt. Maar dat is ook zo'n zo ontzettend vervelend dingetje waarbij ik een liedje zing. Eh, ja, het, het, het is technisch allemaal mogelijk. Dat heb ik we ondertussen wel begrepen. We hebben het uitgebreid gehad over die ongelooflijk leuke dingetjes met Willem-Alexander, weet je wel. Dat hij dan in Plathaags nog iets lollig zegt... Ik vind het allemaal helemaal niet lollig. Ik vind ook die nadoenerij eigenlijk niet zo verschrikkelijk lollig. Maar heb je er wel respect voor? Vind je het knap wat ze ermee kunnen? Want... Ja, technisch is het allemaal enorm knap. Maar ik zou het, het liefst ze niet met Poetin doen. Mm. Die kan ook niks terug doen in dit geval dan. Maar het leek net of je aan die tafel zat in het restaurant. Nou, dat is, dat is maar net. Ten eerste zat ik, zit je nooit op die manier aan een tafel. En... <laughs> Nou ja, goed, ik, 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 ik vind al die lolligheden op het internet, het is allemaal wel een onbeschrijfelijke kinderachtigheid. Eigenlijk is iedereen op. Het op een of andere manier leidt het, het internetgebruik tot, tot een soort geestelijk verval, is mijn indruk. Er zijn ook mensen die zeggen het is gevaarlijk, want er zijn mensen die geloven dat je echt daar zit. Ja, hè? dat zal nou best wel, ja, ongetwijfeld. Ik weet wel, ik ben door allerlei mensen nagedaan in de loop der jaren. En ook goede kennissen. Die zeiden: oh, Je werd zo leuk nagedaan door Pietje Puk, daar en daar. En dan keek ik even en dacht ik: Hoe is het nou toch mogelijk? Dan hebben ze wel een heel raar beeld van mij. Er klopte nooit iets van. Het woordgebruik klopte niet. De zinsconstructie klopte niet. De kleding klopte niet. Hoe vaak heb ik al niet gezegd: Ik hou helemaal niet van kooltruien. Kleren dingen. Ja, heb ik nu een dans om om de boel een beetje warm te houden. Ja, maar goed, ik hou niet van tolk, van kooltuig. En het, alsof ze het... Of okay, je hebt een ander beeld van jezelf, dat zou ook kunnen. Ja, maar ik denk toch dat mijn beeld van mezelf een stuk betrouwbaarder is dan van al die nadoeners. Wat voor beeld heb je dan van jezelf? Nou, dat ik verder een heel normaal persoon ben die in staat is om redelijk lopende zinnen te maken met heel aardige woordkeuze. Dus als Carlo Bos had jou nadoen, vind je dat niet ges geslaagd? Nee, dat vond ik niet geslaagd. Hmm. Nee. Ik heb wel eens iemand, een, een imitator, die deed Jan Wolkers na. En die had Jan zijn stem helemaal geanalyseerd. Hè, want je kunt dat natuurlijk vertonen op je schermpje, zijn stem. Open, hè. En ik moet zeggen, dat dacht ik nou, heeft er in ieder geval heeft hij er werk van gemaakt. En hij deed het heel aardig. Hoewel, als, die, als ik me om had gedraaid, dan had ik voor hem mee gedacht dat Jan het was.